Hi guys, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik TikTok haarstijlen proberen na te maken. Dus ik heb een paar TikTok haarstijlen gevonden. Harry Styles. En die ga ik nu namaken. Meestal gebruiken mensen zo'n kammetje met zo'n naald er soort van aan. Of ja, zo'n dun stokje. Die heb ik niet. Ja, die had ik. Die ben ik ergens kwijtgeraakt. Dus ik gebruik een dunne kwast. En dan gebruik ik gewoon de achterkant. Want hiermee kan je gewoon echt rechte lijnen maken hoor. Kijk dan. Kijk eens. Ik link al de TikToks die ik heb gebruikt in de beschrijving. Voor als jij ook wilt bekijken. What do you like about Cor? Oké, maar wat ze dus doet is niet een normale staart. Maar ze doet dus een staart en die maakt ze dan iets losser. En dan doet ze haar staart erdoorheen, door dat gat. Waardoor je haar best wel volume krijgt, waardoor het meer zo gaat staan. Oké, maar ze doet dus het haar van soort van onder naar boven. Ik heb hier gewoon een basic elastiekje. Ik hoop dat er niet te veel haar aan mijn borstel zit. Oké, ik ga eerst mijn haar doorkammen. Ik heb mijn oorbellen niet ingedaan, want ik ben altijd bang dat als ik mijn haar kam, dat ik per ongeluk zo'n ding in mijn oorbel ga krijgen en dan oor eraf. Oké, de middenscheiding kan iets beter, maar dit is mijn normale middenscheiding. Ik doe altijd een normale gewoon staart in. Ik ben wel benieuwd of er veel meer volume is als je het op deze manier doet. Oké. Ik ga even haarlak halen. Ik heb hier haarlak even een beetje zo. Dan pak ik mijn elastiekje en doe ik hem gewoon erin. Het is nog best wel goed gelukt. Zo ziet de staart eruit. Oké, een beetje zo naar achteren trekken. En dan een gat erin maken. En dan, shit, ik krijg een gat in. Oké, nu er doorheen. Oké, het komt. Oké, het zit nu zo. Ik hoop dat het te zien is. En dan strak trekken weer. Dit is raar. Ik dacht dat het meer volume zou geven, maar het heeft me meer plat gemaakt of zo. Maar ziet het er cool uit van achter? I don't know. Ik zal het nooit zien. Hoe staat het? Anders. Het staat in principe wel prima. Wel leuk gewoon voor de afwisseling. De achterkant ziet er zo uit. Oh ja, zo van de achterkant. Dat was de eerste haarstijl. De volgende. Oké, voor de volgende haarstijl moet ik weer een middle part hebben. Ik ga weer even mijn haar kammen. Waarschijnlijk heb ik soms een kilo haar uit mijn haar getrokken na deze video. Oké, net voor je oren moet je dus zo. Ziet het er goed uit? Oké, zo vind ik het goed. Ik vind het zo goed. Genoeg. En dan de andere kant ook. Ik hoop dat ik deze kant niet kwijtraak. Ik doe dit even achter mijn oortje. Ja, volgens mij zijn ze even. Ja, ik vind het even. Dan moet ik mijn haar voor even hierachter zo in een clip doen. Gewoon zodat het even niet in de weg zit. Zo. En dit moet je braiden. Een vlecht van maken. Maar bij mij zit hier ook haar. Dus ik weet niet hoe zij dat heeft gedaan. Ik heb het gevoel dat dit heel slordig gaat worden. Op donker haar zie je waarschijnlijk ook die vlechten niet echt goed. Dan heb ik nu mijn oude Loombox. Even kijken of ik hier zwarte elastiekjes heb. Yes. Het vlechtje zit er aan vast. En nu de tweede. Ik noem dit ook wel de Travis Scott hairstyle. Eww, ze zijn ook gewoon niet even. Maar ik laat het nu even. En dan moet ik eigenlijk met deze vlechten moet ik van die buns maken. Maar het zijn niet echt hele nette knotjes. Oké. Volgens mij staat dit leuk. En dan de andere ook. Oké. Ze zijn niet heel symmetrisch. Het idee is schattig. Het is heel lastig. Het ligt heel makkelijk. Dit steekt uit. Heb ik het gevoel. Voor de back. Back. Oké. Yeah, the Travis Scott moment is weer back. Dus wat ze hier doet,
is, ze maakt eigenlijk, ze heeft hier eigenlijk een stukje eerst gewoon haar, gewoon voor de cuteness, you know. Zo denk ik, dit is wel genoeg voor mij. En dan maakt ze eigenlijk staartjes bovenop haar hoofd. Deze ga ik even vastklippen, zodat ik die niet meeneem in mijn staartjes. Hoe ga ik dit doen? Zal ik met deze grote clip dat doen? Ze laat best wel veel haar hier ook gewoon zitten. Ze maakt eigenlijk hele kleine staartjes, zo. Oké, ik heb er één. Boom. Nu de andere. Ik ga hem niet helemaal strak maken, want anders moet ik hem weer helemaal los krijgen. Oh, ik heb mijn haar niet doorgekomen na die vorige haarstijl. Het is een hele workout dit. Oké, wat ze dus doet, is weer een gat hier soort van inmaken. En dan doet ze hem via boven of via onder? Moet ik even kijken. Oké, ze heeft hem wel via boven gedaan. Ze doet hem iets strakker, denk ik, voor het terughalen of zo. Zo. En dan doet ze hem zo. Oh. En dan... Maar waarom staat die van mij zo hard stevig? Ik weet niet waarom als ik het strak trek dat het hier zo omhoog gaat staan. Ik lijk echt op een Mickey Mouse of zo. Wee. Kijk, ja, als ik ze iets groter maak. Maar het zijn wel echt dikke waaiers op mijn hoofd hoor. Jezus. Oké, dus wat ze doet is pinnetjes. Oh, kijk, ik heb hem. Dit is geen alledaags haarstijl, maar het staat wel super leuk. Ja, het staat best wel leuk eigenlijk. Nu wel. Dan lijkt het niet op hele grote waaiers. Oké, ja, deze is wel leuk. Nu ziet het eruit als op een plaatje. Oh, dit vind ik echt best wel leuk. Dit vind ik de beste tot nu toe. Oké, even from the back. Ik weet niet hoe het in de back eruit ziet als ik ook al zo rondloop. Oh my god, hi guys. Yeah. Even mijn haar doorkammen voor de volgende haarstijl. Oké, we gaan weer terug naar een staart. Dus wat ze hier doet is, ze maakt geen middelpart, maar ze heeft meer zo. Dit moet ook recht. Hier moet vooral recht zijn en hier maakt het niet uit, want de swoop gaat zo. Dan ga je gewoon een staart maken. Oké, ik heb de staart een beetje. Oké, ik ga er even snel staart in doen voordat het helemaal verneukt wordt. Zo is de staart. Dan haal je de pluk los. En dit allemaal pin je dan vast. Erachter pin je het nog een keer vast om dat plukje dan weg te halen. Oké, en dit is dan de look, de swoop. Boom, boom, boom. Een beetje, denk ik, Ariana Grande vibe. Volgende hairstijl. De volgende hairstijl is denk ik het allerlastigst. Want er zit zo'n zigzag erin. En ik weet niet hoe ik dat ga doen met mijn kwast. Ze doet het zo makkelijk. Ze doet letterlijk zo. En dan zit er een zigzag. Nou, dat ga ik nu ook proberen. Dus ze doet zo. Ze doet zo. En waar doet ze er naartoe? Zo. Heb ik een zigzag? Ik heb hier één zig, maar geen zag. Oké. Ik vind deze zigzag prima. Ik ga hem even vast sprayen, zodat hij nooit meer wegvalt van mijn hoofd. Ah. Oké, ze maakt dus een knotje dat die plukjes eigenlijk zo omhoog een beetje staan. En ik denk dat ik het beste met deze clip doe, want ze laat niet echt zien waarmee ze het vastmaakt. Zo. Shit, maar ze heeft nog van die voorplukjes, hè? Dus dan moet ik die ook even losmaken. Zo. Boom. Zo. Dit is exact wat zij heeft. Ze maakt een knot. Of zal ik het met een elastiekje proberen, toch? Zo. Dit is wel veel, denk ik. Oh, jawel. Dit is de vibe, toch? Wat is dit? Ga krullen. Ga viben. Oké, ik denk dat dit hem is, hoor. Oké, ze heeft het dus ook hiervoor, maar ze heeft het ook hier aan de zijkanten. Oké, dat waren dan alle haarlooks. Ik ben eigenlijk het meest blij over deze. Ik had niet verwacht dat het leuk zou staan of dat ik het überhaupt zou kunnen door de zigzag. Dus vond je deze video nou leuk? Doe dan een dikke duim omhoog. Dus dit was dan het einde van de video. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een dikke duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor nog meer video's. En laters. Bye! Ik denk dat de video klaar is.